De eindexamens zijn achter de rug. Honderdduizenden leerlingen zijn kind af en spreiden hun vleugels uit naar de volwassenheid. We lezen vandaag De Larf van Midas Dekkers. De afgelopen weken deden 200.000 leerlingen eindexamen. Voor de meesten was het de eerste keer dat ze op deze manier werden getest op de ontwikkeling van hun kennis. Hard je best doen om examens te halen, stampen. Maar op een andere, veel grotere ontwikkeling hebben ze als puber helemaal geen invloed gehad. Namelijk de ontwikkeling van hun lichaam. In dit boek, De Larf, van bioloog Midas Dekkers, wordt de fysieke ontwikkeling van kinderen en pubers beschreven. Dekkers vergelijkt kinderen, de titel zegt het al, met larven. Als baby zijn het een soort mollige rupsen die vooral bezig zijn hun mond vol te proppen en te groeien. Maar komen de rupsen in de puberteit, dan komt hierin plotseling een radicale verandering. Insecten sluiten zich dan op in kokonnen, in poppen. En in die pop wordt de rups tot een volwassen insect. En Dekkers vergeleek die poppen met de tienerkamer. In die tienerkamer wordt een mensenkind volwassen. En aan de buitenkant van die tienerkamers is niet veel te merken, net zoals bij een pop. Maar anders dan bij insecten komt er uit die tienerkamer ontzettend veel herrie, namelijk popmuziek. Keiharde popmuziek is typisch iets voor tieners, vond Midas Dekkers. Hij vergeleek die harde muziek met het zingen van vogels. Dat prachtige gekweel van vogels is, zo betoogde hij, biologisch gezien gewoon de klaagzang van miljoenen pubervogels in gevecht met hun hormonen. Ook binnen een mensenpuber is het een koortsachtige heksenketel. De hersenen veranderen, weefsels aangebouwd, organen gerenoveerd, puistjes, je hele lichaam uit verhouding. Vind je het gek dat pubers zo lastig zijn? Dekkers schreef: elk individu moet door zijn eigen puberteit. Als elke vlinder door zijn eigen popstadium. Dat vlinders zich al miljoenen jaren verpoppen en ontpoppen, heeft de metamorfose voor een vlinder van nu niets minder dramatisch gemaakt. Dus leef een beetje mee met die puber, betoogt Midas Dekkers. Maar goed, dat stadium is de eindexamenklant nu wel, of vrijwel, voorbij. Dekkers zei dat de menselijke verpopping eigenlijk nog wel meevalt. Een vlinder bijvoorbeeld moet ook nog eens vleugels aanmaken. Dat is biologisch nog veel moeilijker dan wat mensen doormaken. De enige vleugels die eindexamenklanten hebben, zijn figuurlijke vleugels. En die kunnen ze nu uitslaan. Naar de volwassenheid, naar een eerste baan, een nieuwe opleiding, studeren, een nieuwe stad. Van vraatzuchtige rups tot ontpopte volwassenheid. De Larf van Midas Dekkers. Ik wens u en de eindexamenleerlingen in het bijzonder een vrijzinnige week.